Deze, hè? Nou, ik moet dat enigszins herstellen. 2 wedstrijden en verder niet. Kan ik noteren, ja? Ja, daar zit je dan, hè? Ja. Ja, als 3 wedstrijden inmiddels. Als je een grote bek hebt, dan zit je wel eens voor lul ook, hè? Ja, hè? Ja. Hoe ga je dat dan heb ik heel vaak, trouwens. Ja, dat is... ja. Nee, nee, kun je even nu zeggen bij deze, 3 wedstrijden niet meer? Ja, op die nee. camera, als het kan? Het is nu afgelopen. Ja, 3 wedstrijden ja. niet meer. Ja. Mijn vraag is, zou je op camera even kunnen zeggen... dat er niet meer gewonnen wordt door Excelsior? Ik moet van Wilfred zeggen... Ik moet van Wilfred zeggen dat Excelsior niet meer wint. En soms heeft Wilfred wel eens gelijk, niet zo vaak, maar deze keer wel. 5 keer inmiddels, Johan. 5 keer heeft Excelsior nu gewonnen. Ja, ja, ja. Nee, jij hebt jouw show, jouw moment of fame gehad. Maar journalistiek, dat is dus feitenkennis, beoordelen, ja. achtergronden, verstand van de materie hebben. En als jij nou de wedstrijd gezien hebt... Excelsior heeft niet 1 kans. Ja, maar dat doet er niet toe. Nee, ze nee, hebben nee, mag ik even uitpraten? Ja, ja. Want ik word voor een heel volk voor lul gezet. Ja, terecht. Er is Marcellus, meneer Marcellus. Kan iemand mij duidelijk maken waarom die plotseling een bal in de handen pakt? Wil hij mij beschadigen ja, of zo? Ja, ik denk het. Die wist hij wel. En nog boos. Ja, kijk, en boos dat hij gegeven wordt, ja. hè? Nee, dat was ook geen Hens. Nee, schrij uit. Het was Hens van die Excelsior spelen. Ja. Hé, hey, en dan vervolgens is de windkracht 10. Ja. En Klaas hier raakt een bal verkeerd op het middenveld. En die nee, gaat maar, in de bovenvoet. Ja, maar dat vind ik zo leuk aan op dit moment. Want ik weet niet wat wij in Nederland hebben. Maar het was dus eerst zo dat als er een vrije trap in de buurt... zeg maar de punt 16 is en Sneijder neemt hem... en die kan hem echt gewoon tempo meegeven. En die zeilt erin, dan zeggen wij... Ja, kan gebeuren, zeiden wij een paar jaar geleden. Nu neemt er een vrije trap van 50 meter. Die wordt niet aangeraakt, die valt erin. En wij zeggen ook nog van... Ja. Kan gebeuren. Ja. Nou, die had ik nog opgeraapt, zeg hij. Ja. Met mijn ogen dicht, ga je maar uit, het heeft niets te maken met het feit dat Excelsior ook maar even aanzettend moeilijk gemaakt heeft. Ja, het is toeval en lamlendigheid van AZ. En ik hoop dat Gert-Jan Verbeek al die spelers vanmiddag 10 keer de Noordzeekanaal over heeft laten zwemmen. Ja. Want ja, hier is geen kruid tegen gewassen. En hij voorop... het heeft niets met voetbal maar te maken. Even voor de zekerheid dan, op camera weer. Dit was het, geen extra overwinning meer? Nou, langzamerhand begint mijn respect voor kleine Pastoor echt te groeien, hoor. Pastoortje. Ja. Pastoortje? Ja. Ja, Pastoor vond namelijk Pastoor... wel dat het een hele terechte overwinning was. Pastoortje. Die zei wel, zeker in de tweede helft... Maar is een uniek wijsneusje. Ja, is een wijsneusje? Ja, als die ooit gaat winnen, dan kunnen we nog wat beleven, hè? Ja. Maar dan worden we een heel irritant mannetje. Maar gaat hij nog een keer winnen? Natuurlijk gaat hij nog een keer winnen, nee? Thuis. Ja, maar spelen ze nog tegen VVV en Willem II? Ja, natuurlijk. Die winnen ze wel, joh. Ja, gaan ze nog een keer winnen of niet? Ja. Nou, ik gun ze alles, hè. Maar, nou, gelijkspelletje. Laten we het op een gelijkspelletje. Ja. Ze hebben zich wel, dat moet ik wel doen, 2 uitstekende spelers erbij gekregen. Echt 2 versterkingen. Ja. Aantoonbare versterkingen. Oké, en NSC uit zondag, wat wordt dat dan? Dat win Excelsior niet. Nee. Nee? Nee, in Nijmegen. En daar hebben ze een hartstikke goede spits. Ja, die heeft er inderdaad al 17 in gelegd. Die keeper pakt hem trouwens wel mooi van Heerenveen. Die Gillissen, dat was een wereldredding. Nee, ik bedoel eigenlijk Stoer Ellegaard. Jawel, die maar die van Dost, dat was ook een geweldige redding van die Sillissen op het laatst. Ja. Niks mis mee. Wat gebeurde er eigenlijk nog meer in de Eredivisie? De sleutel is geduld, maar geduld met een hoge balsnelheid. En dat betekent dus als je rechts begint, dat je uiteindelijk het doel is om links te eindigen. Hij heeft ook ver hoeken. In de verste hoeken, ja. En dat is een leuke woordspelling. Gaat u er mee om met zo'n nederlaag? Bent u dan iemand die dat gelijk in de kleedkamer zegt? Of laat u het allemaal even bezinken en dan komen ze van de week allemaal even langs? In de ring. Ja. Je zegt niet of nauwelijks mee te communiceren. Je hebt gezegd gewoon maar hef van en zoek hem maar uit? Ja, en dan zegt hij steeds ja, dus wat dat betreft is dat gewoon goed. Arigato. Dankjewel. Dankjewel, hè? Dankjewel. Ja. Als iemand hem aanraakt, dan zit hij erin. Als niemand hem aanraakt, zoals u ziet, ging hij er ook in.
waarom heb je zo laat gewisseld en maar één keer? Ja, dit is het. Ik snap het ook niet. Nou, lekker populair ben jij. Ja, het gebeurde allemaal in de Eredivisie. Nog even naar het buitenland gekeken. Hoe gaat het met Louis, denk je, op dit moment? Die zit natuurlijk ook te kijken. Glaasje wijn erbij, blokje kaas. Ja, hoe zal hij zich voelen? Het was natuurlijk toch nog een klein kansje nadat Dortmund gelijk had gespeeld vrijdagavond. Ja. Dacht je van, nou, dat gaat goed komen. Bayern 2-0 voor bij Köln. Toch nog een klein beetje de aansluiting in de zin vinden van wie weet dat ze onrustig worden bedoeld. Maar ja, dan krijg je er drie om je oren. En de organisatie, het is natuurlijk toch... Ja, dat is waar Louis je prat op gaat. Die was helemaal weg in de tweede helft. Podolski maakte het bijna nog 4-2 met die afstandspegel. Het was echt ongelooflijk wat daar gebeurde. Nee. Toen zag je ineens eigenlijk wel van, hey, Van Bommel is daar weg. Dat was toch met hem op het middenveld niet gebeurd. Op momenten dat het minder gaat met Bayern, vind ik toch dat die Andries Jonker meer in moet grijpen. Hoor. Wel, hè? Vind je niet, Johan? Die moet dan zijn punt maken. Die heeft hij voor dat soort dingen als toegevoegde waarde aan zijn technische staf toegevoegd. Wat een onzin. Had het wel opgeschreven. Ja? Ik vraag me wel eens af. Ik zie dan die assistenten, die schrijven een hele streekroman. Schrijven ze in de dugout een anderhalf uur. Weet je wel, terwijl je alle mogelijkheden hebt. Als je een iPhone hebt, dan spreek je het even in. En dan kun je, weet je wel, het is met een onzin allemaal. Ja. En Louis, die wordt natuurlijk nu gestraft voor dat zelf ingenomen gedrag. Want dat nemen die mensen bij Bayern München niet als die een nederlaag krijgt bij Keulen. Hij had heel moois gezegd. Hij had gezegd, het had misschien ook wel een beetje aan mij. Lag ook wel een beetje aan dat mij. Dat is heel nieuw. Ja, in de rust, want hij had zoveel, hoe noemde hij dat, soevereiniteit uitgestraald. Ja, dat was misschien op de ploeg overgeslagen. Ja. Ja. Nou, misschien moet hij zich kwetsbaar erop gaan stellen. Zijn broek laten zakken bijvoorbeeld. Of gewoon van huis uit met je blote piemel gewoon door de kleedkamer gaan lopen. Kijk wat die man is de grootste weg kwijt. Ik geloof dat we wat afdwalen. Maar dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij gedaan. Het ergste van is dat hij dat zelf naar buiten gebracht heeft. Dat lijkt mij een heel onsmakelijk gezicht. Nou, hij heeft dat gedaan om aan te geven dat hij ook maar heel gewoon is. Dan heeft hij zijn broek laten zakken ten overstaan van het hele elftal in de kleedkamer. Ja. Ik hoop niet dat jij ooit die behoefte voelt, Johan, om te laten zien hoe gewoon jij bent. Want dat hoeven wij echt niet te weten, hoe gewoon jij bent. Zit zwijmen voor je daar. Nee, maar hij heeft het zelf gedaan. Ja, die spits heeft daar 4 weken van wakker gelegen, die Italiaan. Nee. Hij had gezegd, gelukkig heb ik het net gemist. Hij had de blote bips gezien. Ja. Hij stond achter hem. Ja, hij stond net andere kant op te kijken. Ja. Over idioterie gesproken trouwens. Diego van Wolfsburg heeft een boete van 100.000 euro gekregen... omdat hij een penalty heeft genomen die hij niet mocht nemen. Hij was niet de penalty specialist, had hem toch de stip gelegd. En gemist natuurlijk ook nog. Dus hij krijgt 100.000 euro boete. En Benny McCarthy van West Ham United heeft een boete van 225.000 euro gekregen... omdat hij zich niet zijn gewicht gehouden heeft. Dus als Van Beukering ooit nog een keer in de fout gaat, dan 225.000 euro boete. Het is niet te geloven allemaal, hè? Nee, salaris. Nee, nou, dit was hem alweer. We kijken nog even naar een moment in Costa Rica. Ja, we zitten overal, dames en heren. Kijkt u mee? Zit deze bal er nou in of zit hij er nou niet in? Kijkt u goed mee? Spelers gaan gewoon door. Ik moet eerlijk zeggen, ik zie het ook niet, maar... Hij heeft er dik in gezeten, hoor, kan ik u melden. Let u goed op, daar komt hij. Op. Ja, veel verder kan hij komt op die paal erachter. Hup, en hij komt weer terug. Ja. Maar ze gaan gewoon door daar. Ja. Ze zijn nu nog aan het spelen. Emiel, bedankt. Zien we elkaar snel weer. Frank van der Linden als dan de vrijdag onze gast. Ik zie jou dan ook weer, Johan. En hetzelfde geldt voor René. Nou, tot zover deze uitzending. Vrijdag dus weer kijken naar een nieuwe aflevering van Voetbal International. En dan gaan wij naar het Nederlands elftal kijken, toch? Deze week nog. Nee, ik ga vriendschappelijk voetbal gaan kijken. Duitsland speelt tegen Italië. Dat is wel om... Ja, maar dan krijg je weer dat er 8 spelers gewisseld worden of zo. Het is al een B-elftal waar ze mee beginnen. We kunnen winst halen in de omschakeling, heeft Bert gezegd. Ik hoor dit van Bert, ja. Het is toch een schande dat de clubs in deze fase spelers af moeten slaan voor dit soort potjes. Belachelijk. Dat zou, maar belachelijk. Ze zullen wel weer een contract met SBS6 hebben. Want anders heeft Hans Kraaij niks te doen. Nee, maar dan ook nog Van Basten voor het eerst laten analyseren. Een wedstrijd die nergens over gaat. Gaat hij dadelijk zeggen dat er tussen de linies in te veel mensen lopen? Ja. Of te weinig? Ja, of zoiets. Maar de omschakeling is heel erg belangrijk. En daar kun je niks mee met die omschakeling. De omschakeling is inderdaad, daar heeft Bert wel gelijk, die is heel belangrijk. Ja? Maar daar ga je niet op letten woensdag? Nee, joh. Vriendschappelijk voetbal ga ik echt niet naar kijken. Wat ga je woensdag doen dan? Geen idee. Op de bank liggen gewoon? Ja, gewoon. Hand in je broek liggen en lekker niks doen. Ja, lekker. Oké. Je bent een beetje plat vandaag. Ja, stop op mijn stel. Tot vrijdag. Dag, groetjes.